Vele honderden feestende mensen liepen hier jarenlang niet vermoedend met een biertje in de hand langs. In dit horecapand op Stratumzeind. Begrijpelijk, want van de buitenkant is er niks te zien. Toch is het een bijzondere muur, want in de muur zitten onderdelen uit de middeleeuwen. Een bijzondere vondst toen de aannemer bezig was met een verbouwing. Als je uit de middeleeuwen vindt in het pand waar je zelf aan het verbouwen bent, dan vind ik dat heel erg interessant. Er zijn andere mensen die zeggen van het is oude meuk en afbreken die handel. Ik sta er iets anders in, maar ik ben geen bouwhistoricus, dus ik vond het wel interessant, maar ik werd er niet helemaal euforisch van. Maar ik wist wel dat er nader onderzoek van nodig was. Ja. En als je hieronder kijkt bijvoorbeeld, dan zie je daar nog een houten regel zitten. Een onderdeel van een vakwerkconstructie. En dat is op zich al iets heel bijzonders voor Eindhoven. Dat zijn dingen die in de middeleeuwen nog voorkwamen. En om het dan helemaal bijzonder te maken, dan gaan we even naar die kant. En als je goed kijkt, dan zie je daar ook nog een constructie zitten. Ja. Het gaat dus om die houten delen die daar zitten. Het is dus een bijzondere vondst voor een stad met weinig historische panden. En dan te bedenken dat het monumentale pand in 2016 nog zou worden gesloopt. Na protest werd die toch opgeknapt. Als je zo'n afbeelding van zo'n middeleeuws huis ziet, dan denk je van, oh, dat is lang geleden. En dan denk je van, oké, het staat hier in Eindhoven, gewoon nog midden in de binnenstad. Want als je kijkt gewoon al die, hoe vaak het had gesneuveld kunnen worden. Dus het had verbrand kunnen worden, het had gesloopt kunnen worden, het had in de oorlog verwoest kunnen worden. En het staat er gewoon nog al, hoe lang? 500, 600 jaar, ik weet het niet. Dus ja, dat is echt wel heel bijzonder. Om ervoor te zorgen dat de muur niet verloren gaat en mensen er niet zomaar voorbij lopen, zijn er al plannen om dit zichtbaar te houden. En uiteindelijk is de gedachte om in samenwerking met de Van Abbe Stichting te kijken of we daar een glasplaat voor kunnen zetten, om dat als zodanig in beeld te houden. Misschien met een kleine plaquette erbij, met wat aanwijzingen van wat zie je hier nu eigenlijk. En ja, goed, op die manier wordt het zichtbaar en kunnen we misschien ook over 100 jaar nog genieten van deze muur. Op de begane grond komt na de verbouwing een nieuwe horecazaak. Op de eerste verdieping kan er dan worden gewoond.